Ja, hier gaat het gebeuren, 30 jaar jubileum van Nightmare in Rotterdam. 7 oktober hier in Ahoy, 2 zalen, de arena hier zo met de nieuwe Nightmare en de RTM stage met de Legends zaal. Ik zeg Nightmare, waarom heet het Nightmare? Nou, Nightmare in Rotterdam heet het omdat ik 30 jaar geleden een feest met DJ Rob samen heb gedaan in Parkzicht. En dat noemde ik Nightmare at the Park. Nightmare was een heel grote hit in Parkzicht van Holy Noise. En ja, toen hebben we gedacht van joh, we gaan het feest ook zo noemen. Dus Nightmare at the Park, Parkzicht. En toen ik de vraag kreeg van Midtown Records om een feest in de Energiehal te doen, toen dacht ik, die naam hou ik, het woord Nightmare in Rotterdam. Now I'm haunting you. Van 2004 tot 2012 was Nightmare hier in Ahoy. En toen was ook de verdeling tussen de oude stijl en de nieuwe stijl, 2 zalen. Dat gaan we nu dus weer doen. Dit wordt de nieuwe Nightmare. Maar dan alsnog gaan we terugblikken naar de oude sound. Dus het is niet alleen maar nieuw. En we hebben de RTM stage waar de Legends zaal is. En dat is alleen maar puur oude energiegevoel terugbrengen. Nightmare is voor mij hardcore in de breedste zin van het woord. Ik heb vanaf 1993 een paar jaar lang de Nightmare DJ's geboekt. En ik wilde altijd wel speciale DJ's bij hebben die voor het eerst in Nederland draaiden of op Nightmare sowieso. Ik heb jongens hierheen gehaald als Lenny D, Rob G, die dan bij mij toen de tijd logeerde dan thuis. Want vroeger ging dat niet zoals nu, dat je mooie hotels kreeg, dus de budget was minder. Neophyte hebben bij ons voor het eerst opgetreden op Nightmare. Voice DJ Team, Scott Brown. Echt heel veel artiesten. En dat vind ik wel leuk om gewoon nieuwe artiesten toe te voegen. En ook nieuwe stromingen. We hebben draaid ook breakbeats met Voice DJ Team. En dat wil ik erin houden. Dus vandaar dat we met een nieuwe line-up ook, ook nieuwe stromingen erbij hebben gehaald. Maar voor de diehards, die ook de energie hebben meegemaakt en die echt voor de early gaan en de oude gabber, hebben deze waanzinnige hal. Make it fucking louder. Ja, de RTM stage, hier gaat het gebeuren. Hier wordt de Legends, dit wordt de Legends zaal. En ik ga trouwens binnenkort naar wat artiesten van de line-up en gezellig praten over de oude Nightmare, herinneringen ophalen en eventueel over de toekomst praten, waar het naartoe gaat. En de evolutie van de laatste 30 jaar, hardcore op zich. Dus ik denk dat het heel leuk wordt. Hou de socials in de gaten van Nightmare at Rotterdam. En dan zie je mij voorbij komen bij, bij wie. Make it fucking louder. DJ Paul, make it fucking louder.